Welkom bij deze tweede aflevering van Kennispartner BouwTV. Het online videomagazine waarin u een uitgebreide blik kunt werpen op innovaties in de bouw. In deze aflevering laten we een supersnel gebouwde en luchtdicht opgeleverde wijk in Tilburg zien. Vragen we wanneer mensen het meeste werkgeluk ervaren. En kijken we naar een woningcorporatie en onderhoudsbedrijf die resultaatgericht samenwerken. Van de Wegenbouwbedrijf heeft in Tilburg een bijzondere opdracht volbracht. Hier in de Vogelsbuurt in Tilburg bouwen wij 95 nieuwe woningen. Dat is vervangende nieuwbouw, slopen en een nieuwe woning bouwen. En dat doen wij in 25 dagen. De woningbouwvereniging levert ons een sleutel in. En 25 dagen later staat op die locatie een nieuwe woning. Het leuke was in het voortraject waar we tegenaan liepen, vooral ongeloof. Een heleboel mensen die zeiden van dat kan niet, het is onmogelijk zo snel bouwen. Nu tijdens de uitvoering blijkt dat het lukt. Het gaat zelfs nog een dag sneller dan dat we gedacht hadden. En ik verwacht eigenlijk als het project opleveren, doordat er zoveel repetitie ingekomen is, dat mensen zo goed weten wat er van hun verwacht wordt, dat ze aan het einde van het project zeggen, ik heb nog nooit zo rustig kunnen werken, doordat het zo duidelijk was wat we moesten doen. Zo snel bouwen lukt dankzij het toepassen van veel prefabrikage. Heembeton is de leverancier geweest van de prefab casco, dus de wanden en de vloeren, die de basis vormen van de woning. In het engineerstraject is het heel belangrijk om in je kwaliteitsborging de basis te leggen. Als je in je engineersfase goed weet wat je moet gaan maken, dan maak je het ook goed in de fabriek. En dan komt het kant-en-klaar naar de bouwplaats toe, zodat je daar in principe nog alleen hoeft te assembleren. Prefabrikage zorgt niet alleen voor een snel en zorgvuldig bouwproces, maar is ook duurzaam. Minder afval op de bouwplaats en minder transport door de wijk. Op de bouwplaats zie je dat je mensen moet vragen om echt afval uit het proces weg te snijden en te zorgen dat je echt processen op elkaar afstemt en niet overal maar ruimtes inbouwt van er kan wat misgaan, dus ik bak wel een beetje ruimte in. Het project wordt luchtdicht opgeleverd, wat zorgt voor een comfortabeler en beter binnenmilieu. Het voorkomt bouwfysische problemen en zorgt ook voor minder energieverbruik. Luchtdicht bouwen is een relatief nieuw concept, nieuw begrip. En niet iedereen is daarin mee gewend om dat te doen. Dus wat wij gedaan hebben is tijdens de introductiefase, eigenlijk de opstartfase van het gebouw, hebben wij dus een toolbox meeting gegeven, specifiek met de partijen. Want er zijn hier 7 toeleveranciers, waarvan er 5 dus met luchtdicht bouwen te maken hebben. Om die jongens allemaal de kleine finesses van die luchtdichtheid allemaal bij te brengen. Specifiek in hun eigen werkomgeving. Bij dit project voeren we 2 metingen uit. Dat gebeurt op basis van steekproeven van ongeveer 10% van de woningen. Bij de woningen in de cascofase zoals deze waar we nu voor staan, daar doen we de kierdichting, onder andere van de kozijnaansluiting van de geveldelen en een aantal andere zaken. En van de woningen die klaar zijn, doen we een luchtdichtheidsmeting met een blower door. Ik vind het fantastisch dat je de combinatie hier kunt maken van luchtdichtingsmaterialen die al prefab op de elementen aangebracht zijn. Vervolgens komen ze naar de bouwplaats toe en op de bouwplaats hoeft eigenlijk alleen nog maar de laatste hand eraan gelegd te worden. Dus je maakt het voor die mannen op de bouwplaats, maak je het echt veel makkelijker, omdat ze dus een enorme prestatie hier neer moeten gaan zetten. En die prestatie die kunnen ze alleen maar doen als ze daar ook het goede gereedschap van hebben. En dat houdt onder andere dus ook het goede materiaal en de juiste processen voor wat betreft het luchtdicht bouwen. Ik ben hartstikke trots dat ik hier dit project mag realiseren. Het is heel mooi om daar als bouwende partij een rol in te spelen, zodat de mensen uiteindelijk tevreden zijn en een fantastische nieuwe woning mogen ontvangen. Werkgeluk wordt niet enkel bepaald door een hoog salaris. Onderzoek naar werkgeluk in Nederland wijst uit dat wij het belangrijk vinden dat het werk zinvol en uitdagend is. Het werk ons helpt onze beste eigenschappen te benutten, iedereen eerlijk behandeld wordt en er goede onderlinge relaties zijn. Maar wat is werkgeluk in de bouw? Ja, wat is werkgeluk in de bouw? Dat is wel een hele moeilijke vraag. De muziek die lekker hard kan, je kan lekker mee staan blaren. Je ziet de zon schijnen. Je ziet de bouw groeien op een gegeven moment in feite. Dan ervaar je volgens mij geluk, arbeidsgeluk. Ik vind het leuk als jij buiten werk jij en zo, ja. Ik vind het leuk, ja. Ik had wel met een baas te maken, maar meer vrijheid. Je had niet met een zoemertje te maken, dat soort dingen. En ja, dat is toch prettig. Nou ja, je creëert iets. Je maakt iets van niets, maak je iets. En wat ook voor de komende 100 jaar blijft staan. Je bent buiten, je komt nog eens ergens, je maakt iets, je ziet wat je maakt. Dat lijkt mij het leukste aan de bouw. Het werkgeluk in de bouw is hoog. 80% van de werknemers is tevreden tot zeer tevreden met zijn werk. En dat is hoger dan in andere sectoren.
In het Groene Abcoude werkt woningcorporatie GroenWest samen met onderhoudspartner Hemubo aan het planmatig onderhoud van een woonproject. Dit werk pakken ze aan volgens de resultaatgericht samenwerken methodiek. Voordelen zijn dat je in de voorbereiding met elkaar aan tafel zit. Dus niet dat ik het plannetje alleen bedenk, maar dat Hemubo daarbij aanschuift en dat we samen een plan maken. De grootste veranderingen die zijn doorgevoerd tussen de oude manier van werken en RGS is dat in de oude manier van werken de opdrachtgever een bestek, tekeningen, werkomschrijving maakt, meerdere partijen een prijs maken en dat vervolgens er een gevecht gaat ontstaan over meer en minder werk. Dat is voor iedereen wel herkenbaar die in de sector werkt. Binnen RGS ga je echt samenwerken, waarmee je dus echt ook een andere sfeer krijgt binnen je bouwteam eigenlijk. En dat is persoonlijk, vind ik, eigenlijk een van de leukste dingen. Dat je niet meer opdrachtgever, opdrachtnemer hebt of lijnrecht tegenover elkaar staat, maar echt samen werkzaamheden gaat voorbereiden en uitvoeren. Resultaatgericht samenwerken vergt wel inzet van de betrokken partijen. Je moet elkaar leren kennen en in het begin onbekend maakt een beetje onbemind. En ja, vonden we het lastig om elkaar te confronteren met dingen. Maar inmiddels zijn we nu eigenlijk bijna 2 jaar verder in de samenwerking. Zitten we in de derde fase voorbereiding van projecten. En vinden we elkaar veel makkelijker. En bellen we elkaar eventjes en attenderen we elkaar op dingen. En dat zorgt er gewoon voor dat de, los van de inhoud, je ook als partners gewoon op een makkelijke manier met elkaar gaat samenwerken. We hebben de opleiding gevolgd, resultaatgericht samenwerken vanuit GroenWest, maar ook de aannemers. Bij de opleiding waren diverse partijen aanwezig, zowel van corporaties als van onderhoudsbedrijven. Dat maakte het heel erg leuk door de verhalen van de ander te horen, hoe een ander erin staat. Ik merkte wel heel duidelijk dat dat de samenwerking versterkt. Dat je de andermans belangen leert kennen, maar ook dat zij jouw belangen leren kennen. Weten hoe een corporatie denkt. Ja, dat was wel heel fijn. Wil je RGS als model, zeg maar, tussen een opdrachtgever en opdrachtnemer succesvol implementeren, dan moet je aandacht besteden aan die zachte kant. Want het boek en de processen en de modellen, dat kun je neerleggen en mensen begrijpen dat. Maar het echt samen willen werken en zien dat wil de corporatiesector op een eigenlijk gaan voor die betaalbare woning. En dus het wil gaan voor het reduceren van faalkosten, zit dat in de keten. En dan moet je in de keten echt samen willen werken. En dan moet je even over je eigen individuele belang heen durven stappen en kijken naar waar gaat die sector eigenlijk heen. En dat geldt zowel voor de opdrachtgever als voor ons. Dat samenwerken, dat doe je niet zomaar. Dat moet groeien en dat moet je als management van een corporatie faciliteren.